Welkom bij de 17e etappe van het Waterliniepad, hier vanaf Asperen richting Fort Vuren. Loop lekker mee! Het begint net een beetje te regenen, miseren. Dit plons blijkbaar te gortig, dus hier is een plank aangelegd. Onderdeel. Het is ondertussen droger geworden. Ik ben hier bij een moment van dammetje of sluisje. Even een slingerend slangetje. Het is midden achter het kasteel van Hukkelum. Als je op de dijk blijft lopen, zie je deze afslag niet. De provinciale weg tussen Leerdam en de A15. Steken we hier over. De Tientweg. Een paar kilometer op deze Tientweg. Kaarsrecht asfalt. Asperen lag ook aan de lingen, zagen we bij het einde van de vorige etappe. En hier raak ik nog een klein stuk aan de lingen. De Lingendijk achter me gelaten.
Lingenbos. De A15 over. Oh, je ziet het bijna niet. Hier is de doorgang. Zicht op Fort Vuren. Pad? Nee, het pad loopt hier beneden. Kijk. De Waal met slot Loevestein. Dat slot komt in een volgende etappe ook nog aan de beurt. Hier bij Fort Vuren eindigt deze 17e etappe. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meelopen. Kijk eens hoe lekkers. Ga ervan genieten en tot de volgende keren.